Oké, jullie mogen een comfortabele houding aannemen. Dat kan zijn in kleermakerszit of halve lotus. Gebruik eventueel een kussentje. Dat kan ook eventueel op een stoel zijn of dat kan op de knieën zijn. Breng je handpalmen tegen elkaar richting je hart. En sluit dan even je ogen. Indien je liever de ogen niet sluit, kan je kijken naar een punt voor u op je matje. Met de ogen half gesloten. Neem de tijd om te landen in het nu, in het heden. En voel even hoe dat jij je momenteel voelt. Ben je misschien nog wat slaperig of ben je net al heel goed wakker? Voel je je helemaal ontspannen? Of voel je misschien spanning ergens in je lichaam? Hoor je bepaalde geluiden? Voel de ruimte waarin jij je bevindt warm aan of koud of misschien perfect, helemaal oké. Niet warm, niet koud, maar je voelt goed aan. Voel ook dat even. Probeer om in de pose, in de houding waarin jij je bevindt, zoveel mogelijk te ontspannen. Dus breng je schouders zo laag mogelijk, ver weg van de oren. Maak een lange nek, maar ontspan de nek. Dus breng iets meer misschien de kin richting de borstkas. Laat je zitbotjes zinken in je matje of stoel of kussen. Laat zoveel mogelijk je heupen zinken in je mat. Of kussen, ontspan je knieën. En voel dan even waar dat jouw ademhaling zit. Je natuurlijke ademhaling. Zit je diep, ter hoogte van je buik? Voel je misschien je buik bewegen? Of zit je ademhaling iets hoger, ter hoogte van je borstkas? Maak dan stilaan je ademhaling iets langer en dieper. Zie of dat je de in- en de uitademing even lang kan maken. Adem in door de neus en ga eens heel goed uitademen door de mond. En dat mag je een paar keer voor jezelf doen. Adem in door de neus, uit door de mond. En probeer bij de uitademing die buikspieren goed aan te spannen. Nog een keer inademen door de neus, uit door de mond. Elke uitademing laten we los. Nogmaals, in de neus. Uit door de mond. Twee keer in. En uit. Laatste keer in. En uit. Ja, goed.
Breng je twee handen op elkaar, ter hoogte van je hart. De intentie van deze week is creativiteit. Je mag daar even je aandacht naartoe richten. En je mag het woord creativiteit voor jezelf opzeggen, ofwel in je hoofd, ofwel hardop. En voel wat dat het woord creativiteit met jou doet. We gaan zien hoe we het woordje creativiteit ook straks tijdens onze practice kunnen toepassen, kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als bepaalde poses niet goed voelen bij jou, de manier waarop ik ze doe, kan je ze altijd aanpassen naar jouw eigen creativiteit, waar ze bij jou wel goed voelen. We gaan wel proberen om uit ons hoofd te gaan. We gaan vooral gaan voelen, hè, om ergens contact gaan maken met ons innerlijke kind. We gaan niet oordeel erover, niet gaan denken van het moet zo of zo zijn. We gaan creatief proberen om ermee om te gaan. Zoals een kind. Een kind denkt er niet te veel over na. Die doet gewoon wat er opkomt, inspiratie die opkomt, die ideeën die opkomen, die gaat hij gewoon gaan proberen, gewoon gaan toepassen. Ja, dus dat gaan we ook proberen te doen vandaag. En de hele week en misschien nog op andere momenten. Het is dikwijls ons denken dat ons beperkt, waardoor dan onze creativiteit wordt onderdrukt. Dus laat dat maar gewoon vloeien en gewoon gaan. Breng nog even de handpalmen tegen elkaar. En we gaan ook de les starten met een om aan in. Het wordt vandaag een yin-yang les. We gaan beginnen met het kracht. Yang is meer de kracht, de power. Dus we gaan beginnen met het krachtgedeelte. En dan gaan we eindigen met de yin, het meer ontspannen in de poses. Voor het yang-gedeelte heb ik 3 sequences voorbereid. Die we best wel lange sequences, die we eerst met de rechterzijde gaan doen en dan links. Ik ga zien of het gaat lukken om de 3 te doen, maar we gaan zien waar we eindigen. Oké, dus we gaan naar ons matje. Je mag al eventjes naar handen en knieën steunen. We gaan eerst even ons lichaam opwarmen. Je mag naar handen en knieën steunen gaan. En we gaan eerst een C-shape gaan maken. Dus we gaan eerst de rechte rug gaan maken. Dus banda's aanspannen, nadat de onderbekkenbodemspieren aanspannen. Armen goed strekken, vingers spreiden. En dan gaan we eens inademen in het midden. En dan gaan we de uitademing met ons gezicht gaan kijken naar onze rechterneus. Dus je maakt een soort van C met je bovenlichaam. Ja. Kom je langzaam terug naar het midden. We gaan het goed verleggen, alsof iemand de kraan van je hoofd trekt. En met de uitademing maak je een C, maar naar de andere zijde. Probeer te kijken naar je linkerheup. Adem in, kom terug naar het midden. En we gaan nog eens zo naar rechts. We maken een C en we kijken naar onze rechterheup. Ja, goed, ja. Stretchen onze flank. We gaan nog eens naar links, maar we gebruiken ook onze buikspieren hier. Schuine buikspieren. En dan kijk je naar het midden. En we gaan op de laatste links en rechts. We gaan weer massage van onze nieren. We gaan naar de andere zijde. Adem uit. Ja, goed. Kom terug naar het midden. We gaan nog even een kat aan de koe. Maak een bolle rug. Adem uit.
En adem in, verleng liefde borstkas. Binnenkant van de armen wijst naar vooraan, uit. En adem in, verleng. Laatste keer, aan, uit. We blijven hier, breng de tenen achteraan in de mat. Breng even je zit vaak richting de hielen, blijf kijken naar je navel. Beweeg met je benen van rechts naar links. Blijf dooraan. Blijf in het midden, adem uit met die bolle rug. Kom je heel langzaam naar beneden, wat kijken rond. Hou dus je benen gebogen. En we gaan die bolle rug gaan houden, dus helemaal bolle rug, knieën komen naar de mat. We gaan even naar de opwaarts kijkende hond. Is het te zwaar met de armen gestrekt? Buig je armen. We gaan terug naar die bolle rug, navel in, tin in de mat, kom terug naar de neerwaarts kijkende hond. Misschien kan je reiken met de hieven naar je mat. En we komen terug. Bij onze inademing, knieën naar de mat. Maak je stom bolle rug. Breng dan de heupen naar de laag. En hier liefde borstkas. En adem in, eventueel ontspan je de voeten. Vreef van de voeten. En we gaan terug naar die bolle rug. Kom naar boven. Terminaal in. Tegen de mat. En kom naar beneden wat kijken. Want bij de uitademing. En dan gaan we dat nog twee keer doen. Druk de knieën aan de mat, hou je bolle rug, druk die buik in. Breng langzaam die heupen naar de mat en lief je borstkas. Adem niet om je benen, je armen te buigen. En dan gaan we nog een keer doen, terug naar die bolle rug. En we gaan terug naar onze nederwaarts kijken. Je moet bewegen, even de heupen van rechts naar links. Eventueel hou je de benen gebogen. Blijf in het midden. Walk down, dus buigen, strek een paar keer de benen. Blijf kijken naar je navel. Het eerste gedeelte is power, hè, kracht. Dus blijf het doorademen, zodat je genoeg energie hebt. Oké. Eerste sequence, rechterbeen komt in de lucht. Is niet te zwaar, ga ik de optie doorgeven. Breng je linkerknie in de mat. Ja? Rechterbeen komt op, we gaan hem verlengen. Heupen evenwijdig met de mat. Hou je bandjes gespannen, buig je rechterbeen. En breng je rechterknie richting je neus of je kin. Inadem, rechterbeen komt terug op. Verleng. En adem uit. Breng de knie richting je kin of je neus. Goed, je buik zit in beide aanspannen. We gaan dat nog een keer doen. Adem in, verleng. We doen dit 5 keer met onze rechterbeen. Aan, uit. Kom naar voren. Adem niet om de linkerknie in de mat te brengen, in het te zwaar is. Nogmaals. Je kan ook blokjes brengen onder de handen, die je last hebt van de polsen. Let op, we gaan naar onze laatste keer. Adem in, op. Aan, uit, breng je rechtervoet vooraan in de mat. En breng de achterste knie achteraan in de mat. Ja, goed. We gaan de twee armen naar boven brengen. Je mag achteraan ofwel het in de mat brengen. Ofwel ontspannen de vrije van de voet. We blijven even daar. Misschien kan je zelf de handpalmen tegen elkaar brengen. Lukt dat niet? Uit elkaar. Breng eventueel een dekentje onder je knie. Oké, we gaan hier voor 4 keer. We gaan de armen buigen en we gaan die borstkas gaan liften. Schouders zijn laag. Breng terug naar boven, adem in. En adem uit. Let op bekken, bovenspieren zijn aangespannen. Schouderbladen wijken naar elkaar. Verleng. Dat is de 2e keer. Vooraan knie boven de enkel. We gaan naar de 3e keer. Adem uit. En adem in. Heel goed. Nog 2 keer. Uit. En in. Laatste keer uit. En in. Aan uit, breng de handen terug in de mat. Breng achter de teen in de mat en aan uit voor de neerwaarts kijkende hond. Ja, het zijn ontspannen benen, buigstige buik. Is het te zwaar, kan je altijd naar de optie gaan waarbij je naar child pose gaat. Dan ga je even op je hielen zitten in plaats van deze pose.
Oké, volgende inademing. Linkerbeen komt op. Eventueel wat rechter knie in de mat. Verleng. Heupen blijven recht. En trek die buik in. Breng je knie richting je neus of je kin. En in een verleng. Andere optie is eventueel met je rechterbeen gebogen. En we gaan nog voor 3 keer inademen. En uit. Nog 2. En wees creatief in je eigen praktijk. Druk het niet op deze manier. Gebruik eventueel een prop. Laatste keer inademen. Kijk naar de handen. Breng je voet helemaal naar voren. En breng de achterste knie in de mat. Adem in, breng die armen naar boven. Verleng, maak je lang, maar hou die band als gespannen. Ja, eventueel een spanje achteraan. Adem uit. Buig de 2 armen. Schouderbladen rijken aan elkaar. Adem in, maak het weer terug. En nogmaals, adem uit. En adem in. Ja, nog 2 keer. Adem uit. En in. Ja, laatste keer. Adem uit. En adem in. Verleng. Adem uit. Breng de handen in de mat. Kijk naar de navel. En kijk naar. Kijk naar de navel. Kom naar beneden. Wat kijk naar het of child pose. En buigen strik een paar keer. De benen. Ja, goed. Oké, we gaan terug ons rechterbeen in de lucht brengen. Maak je goed lang. Kijk naar de handen, breng de rechtervoet naar voren. We komen naar de Virabhadrasana 1. Breng die armen naar boven. Oké, blijf even in deze pose. 2 op de wijze naar voren, vooraan is de knie boven de enkel. Blijf doorhalen. We gaan onze voorste been gaan strekken. Het op linker blijft naar voren wijzen. Rechter duwen naar achter. We komen naar voren. Eventueel gebruik je 2 blokjes onder de 2 handen. We gaan zien dat we hier even kunnen blijven. Bij de uithaling, met de inademing, eventueel 2 blokjes onder de handen. Ga je terug de armen gaan strekken. Even de opzichtoon met de blokjes. Dan breng je de blokjes onder de schouders. Inademen. En ga je er niet aan, breng de blokjes in de lengte. Inademen. Of gebruik 2 boeken. En uit. Kom op, ga je nog voor 2 keer adem in. En uit. Voel de lengte achteraan in je benen, hamstrings, maar ook de kracht in je quadriceps. Inademen. De laatste keer adem in. Adem uit. Buig je voorste been. Breng de handen in de mat. Kom naar beneden, wat strijkt de hand. Ja, het is een vijf stukje been. Blijf je steeds kijken naar de navel. We gaan de volgende inademing linkerbeen verlengen. Breng naar boven. Adem uit. Kijk naar de handen. Linkerbeen komt naar voren. Virabhadrasana A. Krijg er 1. Achterste voet wijs naar voren. Blijf je handen uit elkaar of tegen elkaar. Blijf je hier gewoon een paar ademhalingen. Voel dat je schouders ontspannen zijn. Met de volgende uitademing aan ons voorste been gaan strekken. Voel zelf hoe wijd dat jij de benen moet brengen. Met de rechterrug komen naar voren. Gebruik eventueel je brokjes. Handen onder de schouders. Aan. Adem en steek die arm. Verleng alsof iemand een kraan bij je hoofd ligt. Adem uit, laat. En nogmaals, adem in, duw je op. En adem uit. Nog 2 lange ademhalingen hier. In. En uit. De laatste keer in. Goed. En uit. We gaan ons voorste been gaan buigen. Breng de handen onder de schouders en kom naar beneden wat kijken rond. Of child pose. En ontspan die benen buigen. Okay.
We gaan naar onze hoge plank. Hoge plank. En dan gaan we langzaam eventueel met de knieën de mat naar de chaturanga, de lage plank. Adem in voor je cobra of opwaarts kijken rond. Een adem uit voor je neerwaarts kijken rond. We gaan naar sequence 2. We gaan terug rechterbeen in de lucht brengen, eventueel linkerknie de mat. Verlengen, adem in. Buig je benen, breng je rechterbeen naar voren. Kijk naar de handen. Achterste voet is plat in de mat. Kom helemaal op naar de krijger in. Blijf het vooraan, eventueel hangen tegen elkaar. Twee bewijs nog even naar voren. In boven, één kom. We gaan naar onze warrior, twee warriors toe. Open de achterste heup, breng je bovenlichaam naar links en kijk in de rechterhand. Trek die buik in, open die linkerheup. Heel goed. En kijk naar die rechterhand. Blijf doorademen, we gebruiken onze Ujjayi-ademhaling. Span die banden aan. We gaan naar onze side bend. We gaan bij de inademing naar voren bewegen. Breng de rechter onderarm op je rechter bovenbeen. Laat dan even die bovenste linkerarm naar boven wijzen. En eventueel blijf in deze optie. Breng een stapje verder, handpalm naar omlaag van de bovenste armhand. En breng die arm in het verlengde van je bovenlichaam. Blijf doorademen, we hebben energie nodig om de pose aan te houden. We hebben verschillende krijgers dat we hier gaan doen in deze sequence. Kijk je naar voren of kijk je naar je bovenste hand. Je ging nog een stapje verder wil voor de core. Dus dan kan je die twee armen aanstrekken. Lukt het niet, blijf in de vorige pose. Even strek je voorst. Nee, strek je twee armen uit. Sorry, kom terug heel naar recht. We gaan naar de reverse warrior. Verleng naar boven toe. Kom naar achter. Achterste hand op je been, liefst niet op de knie. Bovenste handpalm wijst naar omlaag. Voel die stretch hier rechts van je lichaam. Blijf die bandas aanspannen. Ja, goed. Super. Oké, we komen terug naar onze warrior 1. Warrior 2, sorry. Streek die arm, kijk op de rechterhand. En we gaan onze twee benen gaan strikken voor de triangle pose. Voorste voet wijst naar voren, linkervoet opzij. Verleng, kom naar voren en kom met de rechterhand naar je been. Is dat bovenkantbeen, onderkantbeen? Misschien kan je aan de mat. En we maken één lijn met onze twee armen. Heel goed. Ik heb met de rechtervoet op de linkerhand. En blijf je Ujjayi-ademhaling gebruiken. Oké, op volgende inademing. Kom langzaam terug, de benen blijven gestrekt. Voel zelf hoe wijd dat jij de benen moet brengen. Ook hier gaan we de reverse triangle. Dus we gaan langzaam naar links bewegen. Linkerarm komt op je linkerbeen, de rechterarm komt op. Handpalm wijst naar omlaag, naar je hoofd. Ja, goed. Blijf verlengen. Dus de poot is vooral naar boven lengte maken en dan naar opzij. Ja, goed. Blijf doorgaan. We komen langzaam terug. We gaan terug onze warrior 2, krijger 2. Nu komt een moeilijke uitdaging. We gaan proberen naar de half moon, halve maan. Dus we gaan inademen en onze balans naar voren brengen. Waardoor dat je linkerbeen hopelijk van de mat komt. Misschien moet je boze de benen iets minder wijd brengen. Dus adem in. Breng de linkerbeen van de mat. Gebruik eventueel een blokje. Gebruik eventueel een blokje. En zie of je die linkerarm naar boven kan brengen. Linkerheup is geopend. Kracht, maar ook balans. Blijf doorademen. Oké. Adem in. Adem uit. Komt u naar de vorige pose. De warrior 2. Ja, goed zitter. En misschien kunnen we deze warrior 2 wel nu aanschouwen als een ontspannende pose. Vergeleken met de vorige. Oké, we gaan nu naar de krijger 1. Dus de linkerheup wijst terug naar voren. Twee armen komen op. Handpalmen uit elkaar of tegen elkaar. Verleng. En misschien voelt deze pose nu minder zwaar aan.
nadat we die halve maan gedaan hebben. Okay. We gaan met de volgende uitademing naar onze hoge plank. Dit is de laatste van deze cyclus. Deze dat we nu gaan doen, de side plank. Dus we gaan onze lichaam gaan openen naar links toe. En de linkerarm komt op. Je zit te zwaar. Buik, rechterbeen, breng rechterknie in de mat. Dus gebruik met die buik, duw die heupen naar boven. Strek die onderste arm uit en ontspan. Breng de schouders laag. Ja, goed. Oké, nog twee ademhalingen hier. Kom op. Nog een laatste. Adem uit. Breng de handen in de mat. Kom naar de hoge plank. Kom naar de lage plank. Doe je vinyasa. Kom naar de buik lig. Adem in voor je cobra of je opwaarts kijken hond. En adem even uit voor je child pose. Breng de armen naast je voor, die gaan ontspannen. Hè? Ja, goed. We gaan niet te lang blijven in deze houding, zodat we in de yang-energie blijven. Rol langzaam terug op. Zit even de handen los, de polsen. Aarzel niet als het voor jou te zwaar is om de poses aan te passen. Meest creatief. Ontspan, draai naar buiten. En draai naar binnen. Oké, we gaan nu alles links doen. We gaan terugkomen naar onze neerwaarts kijkende hand. Aan, uit. Buigen, strik een paar keer de benen. Rijk met tegen naar de mat. Volgende inademing, linkerbeen komt op. Let op, de heupen blijven evenwijdig met onze matverlenging. Buigen vindt van je rechterbeen. Volgende inademing, buik linkerbeen. Evenveel kruis, kijk naar de handen, linkerbeen komt naar boven. We gaan naar onze warrior 1, kruin 1, Virabhadrasana. Ik zou opzien wat de armen betreft. Twee bewijzen nog even naar voren. Lange in- en uitademingen. En dan gaan we bij de volgende uitademing naar de krijger 2. Dus we openen de rechterheup, de rechterschouder is open. We kijken naar de linkerhand, maak de armen goed lang. En maak hier een paar lange ademhalingen. Mula Bandha, Mudrana Bandha, aanspannen. Oké, volgende uitdaging gaan we naar onze side bend. Kom naar voren, adem in. Breng linker onderarm op je linker bovenbeen. Rechterarm wijs nog even naar boven toe. Dus je kan kijken naar die bovenste hand. En dan een stapje verder die je in de wielen. Breng de rechterarm naast je rechteroor. En eventueel drishti kijken naar de bovenste hand. Oké, we gaan naar onze core. Nog een stapje verder voor diegenen die de uitdaging willen aannemen. Streek die linkerarm uit. Het lijkt alsof iemand de kraan van je hoofd trekt. Blijf doorgaan. Nu de rechter buitenkant van je voeten en mat. Adem in, warm toe. De armen zijn. Ja. Schouders zijn boven de heupen. Oké, we gaan naar onze reverse warrior. Linkerhand wijst naar boven, adem eens in. Kom naar achter, verleng. Rechterhand op je achterste been. Linkerhand wijst omlaag. Blijf dooraan. Voel die stretch in je linkerflank. Volgende inademing, kom langzaam terug naar je warrior toe. En naar de triangle pose, we gaan de twee benen strekken. Voel zelf hoe breed je de voeten moet brengen. Neem eventueel een blokje, adem in, verleng, kom naar voren. Of ga je naar je blokje, breng je linkerhand op je voorste been. Rechter, hand wijst naar boven. Probeer één lijn te maken met die twee armen. Blijf de twee bovenbenen goed liften. Volgende inademing, we komen langzaam terug. De benen blijven gestrekt en we gaan naar onze reverse triangle. Linkerhand komt wijs naar boven. Adem, verleng naar voren, naar boven toe.
Breng de achterste hand op je achterste been. Liefst niet op de knie. Volgende stretch in de linkerflank. Adem in, we komen langzaam terug. En we gaan terug naar onze warrior toe. We zijn beland aan de half moon. Misschien moet je je achterste voet een klein beetje dichterbij brengen. Oké, we gaan inademen en we brengen de balans naar de voor. Ja? Gebruik je niet met de linkerhand een blokje of een boeg. Adem in. Rechterbeen komt van de mat. Open je rechterschouder en open je rechterheup. Eventueel buig je linkerbeen. Blijf naar voren kijken. Ja, goed. Trek die buik in. Gebruik je pandas hier. Lange ademhaling hier. Gebruik die inademing om langzaam terug naar je warrior toe te gaan. Ja, dit schouder is een laag. Trek de buik in. We gaan naar de warrior toe. Rechter het wijs naar voren. Breng je twee armen naar boven. Eventueel de handpalmen tegen elkaar. Misschien voelt deze houding nu iets minder zwaar. Oké, we gaan naar de laatste side plank. Volgende uitdaging. Kom dicht naar je hoge plank. Strek je twee armen, eventueel knieën in mat. Kies dan op, strek die buik. En we gaan ons bovenlichaam brengen naar rechts. Dus we gaan draaien van de zijkant. Breng de rechterarm naar boven, eventueel linker knie in de mat. Kies jouw optie. Blijf doorademen. En misschien kan je kijken naar de bovenste hand. De laatste ademhaling hier. Gebruik de uitademing om terug te komen naar de hoge plank. Super. Goeie vinyasa. Lage plank. Adem diep uit. Ja, dat adem voor cobra. Of op vastkijken rond. En adem uit voor. Neer vastkijken rond. Ja, dus. We gaan direct naar de laatste cyclus. Ik ga dit ook graag nog even willen doen. Denk terug je rechterbeen in de rug. Verleng. Buig rechterbeen en breng je rechterknie naar voren. Okay. Ook weer al hier knie vooraan boven. Enkel eventueel achteraan de knie in de mat. We gaan naar onze twist. Gebruik eventueel een blokje. Binnenkant rechtervoet. En adem in, breng je rechterarm naar boven. Verleng. Voel die twist. We hebben de linkerarm goed strekken. We gaan terug twee handen naar de mat brengen. Achterste knie naar de mat. Eventueel een dekentje achteraan. En we gaan proberen, we gaan terug naar een twist op de rechterhand te brengen naar onze rechtervoet. Lukt dat niet, dan kan je een handdoek nemen of een riem. Dus we zijn nog steeds in de twist. Het bovenlichaam is naar rechts gedraaid. En voel nu die stretch hier vooraan in je been, heup, quadriceps. Je kan kiezen ofwel de voet naar achter ofwel de hiel naar je zitvlak. Waardoor je de stretch nog iets intenser maakt. Ja. Kom langzaam terug. Breng achteraan de tenen in de mat. Breng je twee benen voor naar boven. Strek je twee benen. Je zet een zware buikje voor je been. We gaan proberen om de balans te brengen naar voren. Gebruik eventueel blokjes. Linkerbeen komt op. We houden het hier dynamisch. We gaan buigen. Buig je twee benen. Nogmaals. Aan, in, op. Maar hou je balans gespannen, want de linkerbeen, de linkervoet komt niet op de mat. Dus we hebben enkel ons rechterbeen dat we gebruiken. Kijk naar je rechterbeen aan. In. En adem uit. Laatste keer in. Uit. Oké, nog een keer. In. En uit. Breng de linkervoet in de mat. En ontspan. Blijf laag. Ja, goed. We gaan met twee handen brengen naast de voeten.
of op de onderbenen, voeten staan op heupbreedte en we gaan de borstkas gaan liften. Aan in. Aan uit. Laat los. Volgende inademing. Twee armen komen naar boven. Handen van de vijf naar boven. Duw die heupen naar voren. Adem uit. Buig naar voren. Buig de benen. Ademing. Handpalmen komen tegen elkaar. Verleng terug. Maak je lang, maar breng nu de voeten tegen elkaar. Duw de heupen naar beneden naar voren. Adem uit. Buig de knieën. We gaan terug naar de twist. Het is een sequence voor de twist. Breng de linkerbovenarm de buitenkant van je been. Open de rechter schouder. Ofwel blijf je hier. Stap je verder. Strik de armen. Blijf contact maken met je ademhaling. Kom uit je hoofd. Oké, terug de handpalmen tegen elkaar. En de armen zijn gestrekt. Ademen, kom naar boven, verleng. We gaan naar onze linkerbeen adem uit, buig naar voren. Kom naar je hoge plank. En blijf uithangen voor je lage plank. Adem in voor je cobra of op waar het schijf je komt. Adem uit voor je neer waar het schijf je komt. Volgende inademing, linkerbeen komt op. Breng je linkerbeen naar voren. Let op knie boven de enkel. Eventueel achteraan de knie mat. Eventueel een blokje onder je rechterhand. Adem in. Breng je linkerarm naar boven. Open die linkerschouder. Voel die twist. Blijf wel verlengen. Hè? Blijf lengte maken vanuit de kraag van je hoofd. Heel goed. Is je achterste been gestrekt en lift je bovenbeen hier. Ja, goed. Pak een paar lange ademhalingen. We gaan een stapje verder. We brengen de achterste voet terug naar de mat. Eventueel een dekentje eronder. En we gaan naar de stretch van de voorkant van ons rechterbeen. Eventueel met een riem of een hand op. Probeer rechter voet vast te nemen. Is het te zwaar met de benen en bovenbenen één lijn? Breng je balans iets meer naar rechter. Ja, luister naar jouw eigen lichaam. Elk lichaam is anders. Ofwel rechter voet naar rechter. Ofwel breng die heel richting je zitvlak. Want het topje gaat de stretch dan iets intenser gaan maken. Linker schouder is geopend. We draaien naar links. Van boven. Ja, goed. Oké, we gaan een stapje verder. Je mag je achterste tenen weer in de mat brengen. Schouder weg met de mat. En dan gaan de twee benen bij de uitademing gaan strepen. Laat. Oké, we gaan onze balans naar voren brengen. Eventueel twee blokjes onder de handen. Als je niet aan de mat kan, je kan ook aan je stoel gaan vaststellen. Breng je balans naar voren. Stijgende split. Breng je rechterbeen naar boven. Let op, dus de heupen blijven evenwijdig met de mat. Is je been hier meer dan oké? Is je linkerbeen gebogen? Ook oké. Verleng, adem in. Adem uit. Breng je balans naar je linkerbeen. Let op, probeer rechtervoet niet naar de mat te brengen. Adem op. En adem uit. Blijf kijken naar je linkerbeen. Is het voor jou echt te zwaar? Skip even de pose. En uit. Okay. Laat je adem in. Adem uit. Breng die voet in de mat. Blijf even hangen. Voeten staan op heupbreedte. Laat los. Volgende inademing. Armen komen op. Handpalmen wijzen naar voren. Duw die heupen naar voren. Kom terug naar voren. Ontspan. Handpalmen tegen elkaar. Voeten brengen tegen elkaar. Steen tegen elkaar. Adem. Maak je voet lang. De heupen eventueel naar voren. We gaan naar onze twist. De linkerzijde. Staartbeentje wijs naar rechter. Open de linker schouder. Nog veel blijven hier. Ofwel strek je de armen uit. Dit is de allerlaatste. Dan gaan we nog even naar onze yin-poses. Oké. Breng de handpalmen terug tegen elkaar. Draai je bovenlichaam naar de mat toe. Buig met de benen. Blijf even hier. En dan mag je gaan zitten. Breng de handen, de armen naar voren.
Kantel je bekken. Kom heel traag naar rug weg. Maak even een klein bolletje. Heel goed. Breng de handen rond de benen. Ontspan de rug door de benen te bewegen van rechts naar links. We gaan beginnen met onze Happy Baby Pose. Voetzolen wijzen naar boven. Ofwel de handen aan de binnenkant van de voeten of achter de knieën. Ontspan de heupen. We zijn beland aan ons yin-gedeelte. Span op je schouders. Zie of dat je ontspanning kan vinden na de inspanning, na de krachtpose. Voelt dat voor jou beter indien je de benen strekt? Dan kan je dat ook even doen. Ja, dus wees creatief in je eigen pose. Wat de ademhaling betreft, kan je kiezen of een heel rustige ademhaling. Of iets dieper vanuit de buik. We gaan iets dieper in ons lichaam duiken. We gaan zien of dat onze bindweefsel iets soepeler kunnen maken. Daardoor blijven we iets langer in de pose. We gaan terug de armen brengen aan de buitenkant van onze benen. We gaan terug naar de vorige pose. We maken terug een klein bolletje. En strek even je benen uit. Eén voor één. Laat de heup van je schouders naar buiten vallen. Even de tijd om te voelen. Breng weer beweging in je handen en je voeten. Breng terug je bovenbeen naar de top. Rechtervoet flex, breng die rechter enkel op je linker bovenbeen. Breng de handen tussen je been door, achter je linker bovenbeen. En breng linker bovenbeen naar je toe. Probeer nu even om zo weinig mogelijk kracht te gebruiken. Ontspan in de pose. Voel die stretch hier aan de buitenkant van je rechter heup. Misschien ook in je rechter bil. Ontspan de schouders in de mat. Het is niet de bedoeling dat we dit gaan doen. Het is proberen om goed te ontspannen.
Neem de tijd om te landen in jouw lichaam, iets dieper te landen in jouw lichaam. En nog iets dieper te ontspannen. Met je armen zijwaarts. Dus probeer nog even geen kracht te gebruiken. Laat ons. Je eigen tempo brengt je linkervoet zo naar de mat toe. Eventueel een kussentje of een blokje onder je rechter been. En laat je twee benen langzaam, terwijl je voet je enkele kruisjes langzaam naar rechts vallen. Let op de linker schouder gaan we laten zinken in de mat. Of breng ook een blokje onder of kussentje of dekentje onder je linker schouder. Dan voel je nu iets meer de stretching als bovenlichaam aan de linkerzijde. Dus je linker flank, je linker borstkas, schouder. En als je iets meer onderaan gaat. Misschien ook je vooraan de lendenspieren, de buikspieren. En iets meer aan de zijkant van je been, je heup, je lies, de heupbuigers. Indien je hoofd naar links draait. Dan voel je ook nog een stretch aan de zijkant van je nek, rechts. Op je eigen tempo breng je terug je linkervoet zo plat in de mat, duw de onderrug naar de mat. Kom langzaam weer naar je rug lig. Span je hele lichaam in de mat. En neem de tijd om na te voelen. Voel je een onbalans in je lichaam? Waar voel je tintelend gevoel? Waar voel je energiestromen? Je eigen tempo, breng je weer beweging in je lichaam. We gaan naar ons linkerbeen, paard terug je twee benen, bovenbeen naar je toe. Linkervoet flex, linker enkel op je rechter bovenbeen. Twee handen achter de rechterknie. En breng rechter bovenbeen naar je toe, maar probeer om geen kracht te gebruiken. Ja, dus sla zoveel mogelijk los. Kan je er niet aan, kan je ook altijd een hand opbrengen achter de rechterknie en trek je aan de hand op de knie. Ook hier weer, wees creatief in jouw eigen pose. Kom uit je teentje en voel. Een baby doet deze pose zonder na te denken. Dus ze zijn eigenlijk allemaal soepel geboren. Ongelooflijk. En dat allemaal geleerd. Hè? Het kan ook zijn dat er bepaalde emoties naar boven komen. Ook jij bepaalt of je er klaar voor bent om die te verwelkomen.
een vriendelijke manier, dat is waar. Door te blijven, doorademen. Kun je nog even de armen ontspannen naast ons bovenlichaam? Voel dat je iets meer de zwaartekracht in werk kan laten doen. Laat ons. En onze rechtervoet naar de mat brengen. Eventueel breng je een kussentje onder je linker bovenbeen. En eventueel ook onder je rechterschouder. Breng je twee knieën langzaam naar links toe. Let op de onderglazen zinkende mat op rechterschouder. Laat zinken in je mat op je kussentje. Wil je een extra stretch in je linkerzijde van je nek? Draai je hoofd langzaam naar rechts. Is dat voor jou te veel? Blijf in het midden. Nu gaan we iets meer een stretch voelen aan de rechterzijde van ons lichaam. Voel jij dat ergens anders? Dan is dat ook oké. Elk lichaam is anders. Misschien voel je wel na een tijdje dat de stretch niet intens genoeg meer is. Dan kan je altijd het kussentje of blokje weghalen. Dat is enkel als dat voor jou goed voelt. Twee ademhalingen hier. En op jouw eitem kom je langzaam uit de polsen naar de Savasana. Nog even navoelen. En langzaam weer je lichaam wakker, je handen, je voeten, je vingers. Breng weer je bovenbeen naar je bovenlichaam. Maak je een klein bolletje. Weer dan weer binnen van rechts naar links, zodat je op je rechterzijde terecht komt. We willen eindigen met de laatste. We hebben heel veel krijgers gedaan, dus een stretch van onze schouder tot borst. Ook nog even van de buitenkant van de benen, de heupen. Je kan eventueel ergens gaan zitten op een kussentje. Trek eens tegen de twee benen. We gaan de rechterbeen overkruisen. Zoveel mogelijk de binnenkant van de bovenbeen naar elkaar toe. Je kan kiezen of dat je
zo blijft met je onderste been gestrekt. Of je gaat een stapje verder gaan en de twee benen gaan buigen. En dat je kan zien. Probeer om zoveel mogelijk de voeten flex te houden. Voor de knieën te beschermen. Eventueel, als je een kussentje gebruikt, dan is het iets minder intens. Hè? Dus voel even wat dat voor jou goed voelt. Probeer om zoveel mogelijk die heupen, die benen te ontspannen. Eventueel neem je er een riem of een hand op bij. We gaan de rechterarm naar boven brengen. De linkerarm achter de rug. En je gaat ook veel met de riem, ook met de hand op. Heb je het niet nodig, kan je aan je vingers, dan neem je de vingers vast. Belangrijk is dat de schouders laag zijn. Dat we niet de buik naar voren gaan duwen, maar dat we goed de buik gaan intrekken. En de schouders boven de heupen. De nek gaan we ontspannen. De rechter elleboog wijst naar boven. En de rechter bovenarm is zoveel mogelijk richting onze rechter oor. Ja. Probeer nu om even in deze pose te ontspannen. Is het voor jou te intens voor die linkerschouder? Maak dan de riem iets langer. Zodat je die arm niet zoveel moet buigen. Want hoe meer je buigt, hoe intenser wordt de schouder. Ook hier weer, het is een yin-pose. We blijven iets langer. Maar je kan juist kiezen voor een ujjayi-ademhaling ook in de yin. Als dat voor jou heel intens is, maak de ademhaling iets dieper. Dan kan je beter ontspannen en loslaten. Deze pose noemt Gomukhasana. Gomukhasana. Nog een laatste ademhaling. Je gaat niet te lang blijven in deze pose. Okay. Mag je loslaten achteraan. Strek langzaam door je linkerarm uit. Strek de rechterarm naar boven. Breng die arm naar omlaag. Breng weer de rechterbeen, voetsel op de mat, linker voetsel op de mat. Kom even zitten. Ontspannen. Strek je de benen uit. Los. Span je benen. Beweeg naar binnen en naar buiten. En dan mag je naar de andere zijde gaan. We gaan beginnen met de twee benen te strekken. De linkerbeen kruis je over. Zie je dat je misschien de binnenkant van de bovenbeen aan elkaar kan brengen. Ofwel hou je rechterbeen gestrekt. Ofwel misschien een kussentje. En misschien kan je rechterbeen opbuigen. Dan gaan we de linkerarm naar boven brengen. Rechterarm achter de rug, buig en eventueel gebruik je een riem of een hand of een deken. We gaan de buik intrekken, dus we gaan geen rug maken. Ontspan de nek. Ook in deze pose wees creatief. Ziet de pose er voor jou anders uit? Allemaal oké. De bedoeling is vooral om die stretch te voelen van deze arm achteraan, aan de triceps. Aan de andere kant iets meer de schouder, de borstkas en de biceps, voorkant van je rechterarm. Voel jij het ergens anders? Ook oké.
wat de benen betreft. Misschien voel je het ook wel in je bilspieren. De middelste en de kleine bilspier. Ja, laatste minuut. Klaar voor bent, kom je langzaam weer uit de pose door de armen te ontspannen naar het bovenlichaam, één voor één de voetzolen naar de mat te brengen. Met je eitempo je twee benen uit te strekken. Dan mag je al meteen naar je Savasana, de allerlaatste ontspannende pose. Neem de tijd om je lichaam te ontspannen. Je kan dat doen op rug liggen. Voelt dat voor jou niet goed, de rug ligt, dan kan je op een stoel gaan zitten of je kan op de buik komen liggen. Of op je rechterzij, is ook oké. Gebruik eventueel een bolster onder de knieën of onder je hoofd. En zie of dat je in je lichaam kan blijven. Dus elke keer merk op wanneer je misschien in je hoofd zit. En breng je aandacht weer naar je lichaam. Wat voel jij na deze intense les?
find yourself lost and fear. Don't hesitate. Look to the sky and the stars will lead you home. Langzaam weer beweging brengen in je lichaam. Maak je ademhaling iets dieper. Beweeg je handen, je voeten. Breng even je armen boven je hoofd. Maak je maar eens goed lang alsof je net wakker wordt. Een paar keer goed in- en uitademen. En dan op je eigen tempo maak je een klein bolletje. Beweeg nog even de benen van rechts naar links. Masseer de rug. Op je eigen tempo kom je op je rechterzij terecht. Blijf nog even op je rechterzij liggen. Gebruik eventueel je rechterarm voor je hoofd. Dan mag je langzaam op je eigen tempo weer naar zit komen. Handpalmen tegen elkaar, nog even misschien de ogen gesloten. En voel even of je verschil voelt met net voor de les. Lichaam iets meer ontspannen. Ademhaling misschien iets rustiger. Bedank ook even jezelf voor de tijd die jij nam deze morgen door mee te doen aan deze yogales. En dan gaan we nog eindigen met een laatste om. Adem in. Dankjewel iedereen. Heel goed gedaan. Namaste. Ik ga jullie nog heel even unmuten. Oei.
Zijn jullie nu unmute of niet? Ah ja. Zeg eens iets, iemand? Ja. Hallo. Ja, oké. Ik was niet zeker dat jullie het was. Oké. Ah, maar blijkbaar stonden jullie niet op mute. Oei. Voilà, nu zou het zeggen. Is het een beetje meegevallen, iedereen? Was het niet te zwaar? Het was zwaar, maar het was goed. Oké, super, super. We waren met 20 mensen, een grote groep. Leuk. Het zal waarschijnlijk volgende week donderdag voor de mensen die ook donderdag meedoen ongeveer dezelfde les zijn. Donderdag? Donderdag, ja. Ik heb ook donderdag les online via Zoom. Ja, ja. Yes. Je hebt het ook meegedaan, zie ik. Yes. Ja. Super. Super. Die mensen, geniet er nog van. Fijne zondag, drink genoeg water. Fijne zondag. Dankjewel. Gaat het uit, Liesje? Mama. Zit je anders eruit? Dag, kindjes. Dag. Dag. Mama. Mama. Ja.